Tonner hier in der 4,5-Tonnen Sportklasse ebenfalls unterwegs. So, achte kurz durchatmen und jetzt ist der Ruben wieder dran da hinten. Ja, danke, 8,5 Tonnen Sportklasse zurück. Zeldzame onderdelen worden duurder, maar als dat helemaal onder zijn cabine ligt en het is getuned, dan loopt dat als de brandweer. Uitgestoten wordt. We denken roetpluim aan het eind van de baan. In de buurt voor de volkoel. Deze chef Bauer. Pasten er nog net twee naast elkaar. Ene band heeft het links gesneden profiel. Andere band het rechts gesneden profiel. En dochter Carola de Heus. Yes, de vrouw die het gas geeft. Ai, 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 ai. Een riesen knal. En... Carola de Heus steht mit dem Truck. Die kaartjes extra in de motor heeft gekregen. Laten we hopen dat het goed gaat. Mensen, de doorstop van deze machine. Arjen Rappeldoorn, Extreme 16. Van deze gedeeltelijke kennis geboord, die hier ooit op de baan komt, van een hart en dag het lijkt op de turbolader kapot gemaakt. Maar zo laten we hopen dat die Jeep ook dat toewerkend is. Wat een horen en zien vergaatje. Geniet van dit bijzondere moment. Als deze truck hier bij de 40, 50 meter zijn hakken echt in de grond zet, dan komt er een bulderend gerend los. Let op, luister huiver en vooral geniet ervan! Eerst even goed in de versnelling zetten, jongens. Dat dan die zoveel vreugde zien met Paul, dat ze hier in Calgary varen kunnen. Alle koning is weer! Afgewurgd door Anne Konings. Los geht's, Sjerf Bauer! Hij wil nog niet blazen, hè? Hij wil nog niet vallen. Ja, zal er maar. Hoe die gijs erheen geht.
Civicane, der Scania, der neu aufgebaute. Nach der Pechsträhne klappt es wieder. Er ist der nächste Starter bei dem Schankpullern. Auf geht's! Und schon gefahren!